Boys and their toys. Dat geldt ook voor chef Jeroen de Pauw. Plezant, hè? Met allerlei handige keukentoestellen maakt hij lekkere, verse gerechten die in een VIP op tafel staan. Fun Cooking verzekerd. Tijd voor een dessertje. Ik ga wafeltjes maken van verloren brood met daarbij een hele lekkere compot van kersen en citroengenever. En daar komt nog een lekkere crème bij van ricotta kaas en vanille. Ik ga beginnen met mijn kersen. Ik ga die heel even wassen. Even onder water houden. Die moeten natuurlijk ontpiet worden en dat is wel een heel vuil werkje. Het is een beetje een gevroed en je moet ook echt wel opletten voor de vlekken. Want je weet, een vlek van het sap van de kersen, dat is echt dat is nefast. Dat gaat er niet uit. Dus ik ga me even concentreren. Even rustig die pieten eruit halen. En dan ga ik die opkoken met een klein beetje suiker en citroengenever. Ik ga op een klein potje op het vuur een beetje suiker doen. Niet te veel, want de bedoeling is natuurlijk dat die compot redelijk fris is. Dus 2 eetlepels is zeker voldoende. Ik ga daar ook 1 eetlepel water aan toevoegen. Hup. En dan gaat dat direct mooi een klein beetje beginnen te karamelliseren. Als mijn suiker zo lichtbruin begint te worden, doe ik mijn kersjes erin. En dan ga ik daar een klein beetje citroengenever bij doen. Dat geeft zo'n hele frisse toets eraan. Dat mag wel wat zijn, want ik ga die alcohol daar eigenlijk uit laten koken, dat we puur de smaak hebben. We laten dat een beetje opkoken. En ene keer dat je zo de juiste temperatuur bereikt hebt, dat dat zachtjes zit te koken, zet je dat maar aan de kant. Je laat dat maar een beetje inkoken. Als crème ga ik ricotta kaas gebruiken. Italiaanse kaas wordt gemaakt met de wei bij het maken bij mozzarella. Je hebt dan de wei, het overschot, het vocht eigenlijk. Er zit nog voldoende strems erin. Als ze dat opwarmen tot ongeveer 85 graden, dan krijg je terug een soort binding. Dat wordt ricotta. Dus we gaan daar niet te veel in roeren, ook niet, want ik heb schrik dat het dan helemaal gaat korrelen. Het enige wat we er nog gaan bij doen, is een verse vanillestok. Altijd lekkerder, zo'n verse. Ik weet dat dat wel wat centen kost, maar het smaakverschil is echt wel groot. Als je nu een beetje smeuker wilt maken, moet daar een klein knutsje melk in. En suiker ga ik er niet bij doen, want ik ga mijn wafeltjes, mijn gewone brood eigenlijk, ga ik maken van suikerbrood. Dat is al redelijk zoet. Het is altijd wel lekker dat je ook iets hebt dat niet te zoet is, vind ik, in een dessertje. Dus dat is eigenlijk klaar. Mijn compot van kersen, ziet, die wordt mooi ingekookt. En je ziet ook door te starten met een klein beetje suikerwater, krijgt dan een hele mooie glans. Dan is nog enkel mijn verloren brood. Ik had bijna gewonnen brood gezegd. Ik heb hiervoor suikerbrood gekocht. Maar je weet dat dat eigenlijk iets is dat je moet doen met oud brood. De korsten die ga ik eraan laten. En ik heb 4 stukjes, want dat is het leuke aan deze wafelijzer. Ziet, die heeft eigenlijk 4 kleine wafeltjes. Ik heb nog een kom nodig voor mijn beslag. 2 eitjes, dat zal misschien wel voldoende zijn. Een beetje melk erin. Even opkloppen of oproeren. Ik ga er nog een eitje bij doen, want dat brood slurpt echt wel veel op. Hè. Je gaat zien, zeker zoals je dat wat dikker snijdt, dan zijn er veel kwijt van je melk en je eitjes. Het enige wat ik nu nog moet doen, is mijn wafeltjes bakken. Dus je legt een stukje brood erin. Je laat dat goed, die melk en dat eitje, absorberen. Dat dat mooi nat is, dan wordt dat ook veel smeuiger om te eten. Olie of boter moet er eigenlijk niet in. Het is een antibaklaag dat dat heeft, dat wafelijzertje. Een tof bord of een bord. Ik heb een wit bord genomen, omdat natuurlijk de kleuren van die compot daar een beetje uit moeten komen. Brood moet altijd even... Kan ik je piepen? Voilà, zie. En geef toe, super eenvoudig. We halen die daar voorzichtig uit. Oké, hoeveel stukjes? Kies je zelf. Ik ga 2 stukjes geven. Een goede lepel of een mooie quenelle van onze ricotta. Die leggen we hier zo van bovenop. Een stukje ga ik er zo wat tegen zetten. Ons compotje van onze kersen daarover. Voilà. Klein beetje schil of zesten van citroen, voor dat zo wat op te frissen. Taksje munt. En dan heb je een heel lekker en plezant ontbijtje. Wafeltje van gewone brood met daarbij een crème van ricotta kaas en compotje van kersen. Dit receptje en alle receptjes trouwens kan je terugvinden op njam.tv. Salut!